Hallo, ik ben Noah en ik werk voor Studenten die Werken. Ik zie er niet fris uit, want het is heel vroeg. Ik zal eens zeggen hoe laat het is. Het is 7:30 en voor sommige mensen is dat misschien een normaal uur om al wakker te zijn. Maar voor mij niet. Ik ben dat niet gewend. Ik heb een reden om zo vroeg op te staan en dat is dat ik iets totaal nieuws ga uitproberen. Een nieuwe job die is ontstaan door de nieuwe realiteit waarin wij leven. De corona-realiteit. En dat is corona-stewards zijn. Bij grote evenementen van die mensen in fluo-vestjes die erop toezien dat de coronamaatregelen deftig gevolgd worden en die dan zo hier en daar handgel uitdelen aan iedereen. Wel, ik ga daar eens een shiftje van meedoen op de vrijdagmarkt die 's ochtends heel vroeg begint. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten. We'll see. En ik neem jullie mee, dus let's go. Alright. Als je naar een nieuwe job gaat, zorg gewoon dat je een drinkbus mee hebt. Deo. Je portefeuille, of course. En je mondmasker. De outfit heb ik al. En de handshell heb ik ook. Ik heb genoeg uitleg gekregen over wat ik moet doen. Gewoon een beetje ervoor zorgen dat mensen hun mondmaskers aanhouden, handshell geven en voor de rest gewoon een beetje genieten van hoe dat de stad wakker wordt. Dus volgens mij komt dat wel in orde. Daar zou je uw mondmasker over uw neus kunnen doen, alsjeblieft. Dankjewel. Ik vind het echt niet leuk om aan mensen te zeggen dat ze hun mondmasker moeten aandoen. Maar het moet. En op het einde van de dag moeten alle hekken ook terug. Dat is een goede workout. Hamai, ik ben net terug. Ik ben vooral heel gedehydrateerd. Maar ik ben echt heel blij dat ik dit heb kunnen doen. Volgende keer als je naar de markt gaat, volg de coronaregels en heb respect voor de stewards die daar staan. Die moeten de hele dag lang zure mensen confronteren. Ik heb hier veel uit geleerd. Als ik volgende week nog eens naar de vrijdagmarkt ga, ga ik toch even een klapje doen met de stewards die daar staan. Ik ben heel tevreden met deze ervaring. En ik ben benieuwd wat ik volgende keer ga doen.